zijn hier together met Defensie, met de publieke sector, met de private sector, met de KMAR, met wetenschappers. Dat publiek-private samenwerking, dat is iets dat vereist maatwerk. Er is niet simpelweg één strategie die we kunnen uitrollen. Nee, de aard van de vraagstukken zijn complex en elk vraagstuk verdient een puzzel waarbij je gezamenlijk kijkt welke samenwerkingsvorm laat zich nou het beste verbinden met de opgave waarvoor wij gesteld worden. Voor Schiphol is veiligheid randvoorwaardelijk. Daar doen wij geen concessies op. Biometrie is veiliger dan welke manier dan ook in de controles die we hebben met de personen. Luchtvaartmaatschappijen maken hun eigen afweging. Vanuit die verantwoordelijkheid moeten we gaan samenwerken, ook met overheden, de AIVD, de NCTV. Maar dat doen we ook met andere luchtvaartmaatschappijen. We werken heel veel samen met Delta, British Airways, Lufthansa, die commercieel concurrenten zijn. Maar op security delen we alles met elkaar. Ik denk dat er voor partijen sprake moet zijn van een weloverwogen eigenbelang. Als dat er niet is, dan is de samenwerking tot mislukken gedoemd. Het is een interessante discussie om zo eens mee te maken hoe verschillende mensen eigenlijk naar de vormen van samenwerking kijken die in de veiligheidssector plaatsvinden. En die volgens mij ook best wel bijzonder zijn, misschien wel echt uniek voor Nederland. Ik denk dat als we kijken wat er buiten allemaal aan de hand is op het gebied van veiligheid, dat we echt niet als overheid zonder samenwerking kunnen met andere overheden, maar ook zeker niet zonder het bedrijfsleven. En die wereld die is zo complex aan het worden en het veiligheidsvraagstuk ook. Je kunt nog zo'n goede technologie hebben, maar het gaat om samenwerking. En hoe maak je samen een samenwerkingsverband nog beter en effectiever? En niet alleen de overheid onderling, wat we eigenlijk wel gewend zijn, maar hoe betrek je er ook de private partners bij? Of zoals de directeur bij KLM zei, hoe kiest de private partner zijn publieke partner erbij? Ik heb geleerd dat samenwerking eerder en beter lukt wanneer je een andere positie inneemt. Wanneer je niet kijkt vanuit de organisatie naar je werk, maar dat je als het ware een paradigma is dat je vanuit je werk naar je organisatie gaat kijken. Dat je iets meer afstand ook neemt van je eigen organisatie.